in die komende pakketjes, dus ook dat ik weer dingen heb ingeleverd, als ik daar geen Team of the Season in pack, ga ik Mauro Icardi discarden. Durf ik heel eerlijk te zeggen. Yo, ik heb afgelopen vrijdag iets gedaan. Ik heb nu 1000 euro. Het was niet een van mijn meest slimme acties. Beetje onoverwogen, beetje impulsief gehandeld. Maar ik heb 1000 euro uitgegeven in een livestream aan PAX. Dat is natuurlijk heel erg zonde van je geld, dat weet ik ook. Maar wat vooral heel zonde is daarvan, is dat we het deden om Mauro Icardi te packen. En wat hebben we vooral niet gedaan die livestream? Mauro Icardi gepackt. Wat is er daarna gebeurd? Ik heb van denk ik wel 300 tot 400 tot 500 mensen foto's ontvangen dat ze Mauro Icardi packten. Heel erg leuk dat jullie zo met me meeleven, dat jullie er net zo blij mee zijn als ik. Maar dat kan ik natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. Nou is het wel zo dat ik weiger nog een euro uit te geven aan FIFA dit jaar. Want ja, we hebben allemaal gezien dat ik dat misschien eventjes niet meer niet moet doen. En dat is prima, maar we hebben nu wel 72. En dan denk je, in de titel staat veel meer klopt. Kom ik zo bij. 72 Calcio A Packies. Een Calcio A Premium Packies. En dan hebben we ook nog Calcio A andere soort Packies. In ieder geval van die Squadbuilding Challenge. Dan nu dat punt waar ik net op wilde komen. Er staat in de titel meer. Klopt. Ik ga deze openen en dan kan ik die spelers weer gebruiken voor Packies. Want mijn club is bijna helemaal leeg. Tenminste, alle goedkope spelers. Je moet natuurlijk wel zo zijn dat op een gegeven moment... Je levert 11 spelers daarvoor in. 11 rare spelers. Als die allemaal voor 800 coins gaan, ja, dan heb je toch in één keer bijna afgerond naar boven 10.000 coins die je uitgeeft aan zo'n packie. En dan moet je niet ook nog duurdere spelers gaan gebruiken. Want dan uiteindelijk, ja, dan komt het erop neer dat je eigenlijk net zoveel geld kwijt bent als je dat je gewoon met coins doet. En dat willen we niet. Maar ik wil wel dat jullie een duimpje omhoog achterlaten. 72 plus nog meer packies. Allemaal Serie A, Calcio A. Het zou toch zo moeten zijn dat we iets packen. EA, ik kijk nu recht naar jou. Ik kijk recht in je ogen. Ik weet dat jullie kijken. Bedankt voor de speler die ik in deze pack opening ga packen. Dat zeg ik nu alvast. Dankjewel. Het gaat iets goed zijn. Het moet gebeuren. Hoop ik. Echt met heel mijn hart. Ik hoop het. Ik hoop echt. Hey, een blauw duimpje zou super chill zijn. En je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dan zie je ook alle video's van de komende weken gewoon in je subbox. Ik was dus vorige week in LA. Daardoor heb ik niet heel veel geüpload. Ik probeer het weer op te pakken. Het is 32 graden buiten. Weet ik niet hoeveel wat. Maar ik zit nu wel binnen video's te maken. Omdat ik er zin in heb. We gaan gelijk een pakketje openen. Ik zal jullie er even aan helpen herinneren. Het kan heel veel zijn. Bijna alle goede spelers zijn walkout in de Serie A. Er zijn nog een paar spelers die je dan kan packen als walkout speler. Waardoor je getrold wordt. Zoals bijvoorbeeld een Dani Alves. Dat is een walkout 85 rated speler. En ja, die is vast ongetwijfeld geen rol meer waard. Dus ook dat is dan weer een beetje... zonde en een anticlimax. Maar we gaan gewoon lekker door. Veel pakketjes openen met non-rare spelers erin. Maar wel allemaal naar mijn club sturen. Omdat ik ze dus allemaal weer kan gebruiken voor nieuwe Squadbuilding Challenges. Het is eigenlijk een soort van... de hele tijd ja, roleren tussen die spelers. Maar mij zal het benieuwen. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat er uiteindelijk helemaal geen houtje touwtje in zit. En dan, dames en heren, dan word ik pas echt chagrijnig. Ik heb Mauro Icardi wel gekocht. En met hem gespeeld. En nou moet ik heel eerlijk zeggen, ja, dit jaar is zijn kaartje sowieso niet heel goed. Omdat hij maar 2-ster skills heeft. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar oké. Okay. Ja, ik denk dat je als je echt mijn hele eerlijke mening wil weten. Als jij andere spelers... of als jij geld uit wil geven, 400k voor een speler, koop een andere. Want er zijn betere spelers. En ja, dat is eigenlijk... dus je weet dat, dat het waarheid is wat ik zeg. Als ik het zeg over Icardi dat hij tegenvalt, dan weet je dus dat het echt is. Want dat krijg ik heel lastig over mijn hart heen. Andere mensen zijn er nog. Raoul, weet je wat een goede oplossing is? Als jij gewoon heel goed je best gaat doen in Weekend League. En dan kan je dus pakketjes halen en dan krijg je gegarandeerd Team of the Season Serie A spelers. Nou, dat is natuurlijk heel erg tof als dat zou gebeuren. Alleen reed ik gisteren op de A1 en toen stopte mijn auto er ineens mee. Dus in plaats van dat ik op 4 uur 's middags thuis was, zodat ik dan in ieder geval nog wel wat kon doen, video's opnemen, Weekend League spelen, wat dan ook, was dat niet het geval. En stond ik langs de A1 2 uur lang met allemaal schapen die er ook stonden te wachten op de ANWB. Shoutout naar de ANWB, dankjewel dat jullie zo snel reageerden, want anders had ik er nog veel langer vastgestaan. Maar ja, mijn auto was dus kapot. Heel erg zuur. Net zo zuur als deze packies. Maar goed, hey, we hebben er nog heel veel over.
En hier, kijk, huppakee, weer 3 spelers die je kan inleveren en allemaal andere dingetjes. Het is het gewoon waard. Op de lange termijn gaat het waard zijn. Want er komt een moment waarop wij wel iets goed spekken. Kom op. Ik dacht even dat blijft hangen, dat het dan wel kan. Nou, wel weer 2 rare spelers, kunnen we wel iets mee. Het zou zuur zijn als we dan nu, ondanks dat er echt zeg maar 100 spelers in die Serie A zijn, dan non-rare en rare spelers krijgen die we dan net daarvoor al als duplicate hebben gekregen. Zeg maar, hoe groot is de kans dat je die dan weer krijgt? Oh, mijn haar zit wel heel nat zo, omdat ik de hele tijd een pet op heb gehad als ik dan in de auto zat. Weg terug. Oké, 2 stempjes. Achteraf kan je ook altijd heel gemakkelijk van jezelf zeggen dat je weet wat je hebt fout gedaan. Wat ik weet dat ik bijvoorbeeld heb fout gedaan is dat ik het allemaal aan 100 capex heb uitgegeven. 100 capex die eigenlijk gewoon heel erg slecht zijn. Wat je van tevoren ook al wist. Wat mensen van tevoren ook al tegen mij hebben gezegd. Maar goed, ik had geen zin om te wachten met die livestream en ik was een beetje koppig. En mijn koppigheid is wel iets dat mij vaker in de problemen brengt. Dat non-rare. Hey, 4000 coins, verrek, daar heb je gewoon wat aan. Dat is het meest waardevolle wat we tot nu toe hebben gepakt. Maar er kan nog verandering in komen als in een van deze... dacht ik weer eventjes dat die vast ging hangen. Ik moet gewoon stoppen met denken dat het misschien net vast gaat hangen dan. Dat is niet echt goed voor je gezondheid als je dat de hele tijd doet en jezelf zo teleurstelt. Ja, deze spelers weet ik heel zeker, die had ik dus net ook. Die gaan we dan... Ja, untradable, fuck. 2 spelers waar je niks aan hebt die je gewoon weg kan gooien. Hey, volgende pakketje dan. Weer niks. Het is, lastig. Hé, de Guzman. En weer Marchetti. Ja, die hebben we dus ook al. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook heel veel van deze Bundesliga packs gedaan. En daar duurde het ook echt heel lang voordat ik een goede speler packte. En voor mijn gevoel zijn deze Serie A spelers veel moeilijker te packen dan welke andere league dan ook. Maar goed, weet je, misschien wordt mijn vermoeden wel gewoon helemaal ontkracht over een paar packies. Catch me inside, how about that? Oké, Calcio Prime Players Pack. Het zal wat... nee, weer niet. En ook gewoon allemaal, ja, discard. Ja, waarom doe je dat ook? Je moet je coins bewaren, je moet het niet uitgeven. Wel weer allemaal spelers die ik dan in één keer kan gebruiken. Wat denken jullie? Naast dat ik er echt als een scumbag uitzie als ik mijn pet zou dragen. Zullen walkouts weer in FIFA 18 komen? Ik heb FIFA 18 gespeeld, maar dat was alleen maar head-to-head slash demo-achtig iets. Dus zonder FUT Ultimate Team. Dat doen ze er namelijk nooit in, totdat de game pas echt officieel helemaal uit is. Met alle licenties en zo is het allemaal ingewikkeld. Maar zullen er weer iets zijn als walkouts in FIFA 18? En daarmee bedoel ik dat walkouts waarschijnlijk zelf wel terug gaan komen. Maar de manier waarop je van tevoren al ziet dat het een walkout is, doordat die, zeg maar, hapert. Persoonlijk vind ik wel dat ze dat erin moeten laten, omdat het spannender maakt. Je weet zeg maar van tevoren al dat je een walkout gaat krijgen. En dat zorgt er al voor dat je zeg maar extra hype raakt. Totdat je de vlag ziet en dan ziet dat het Fabregas is. En de verkeerde Nederlandse verdediger van Lazio Roma. Alright, even terugberekenen hè. 72 packies. Als de gemiddelde waarde van die 72 packies nou 6.000 munten was, wat ik denk dat dat best wel een prima gemiddelde is, dan heb je gewoon echt... heel veel geld, gewoon 420.000 coins aan spelers ingeleverd voor squadbuilding challenges die je ook gewoon gelijk eigenlijk al terug kunnen krijgen. Ja, als je dan niks pakt, dan heb je eigenlijk weer heel veel verpest. 27 packies. Blijf alsjeblieft hangen als ik je open. 3, 2, 1, lek. Man. Nog 20 over. Yes, oké. Geen Dani Alves. Geen en blauwe, ja. Mauro. Italiaans. Donnarumma. Vind ik leuk. Want het is... Hij kust zijn badge. En het is een AC Milan speler die zijn club heeft verraden omdat hij voor het geld koos. Maar eindelijk... We hebben er wel één. Yes. Oké, let's go. But is it Mauro? No, it is certainly not Mauro. Wij krijgen er direct nog een achteraan. Kom op, geen Dani Alves. Yes, een blauwe. Yes, kom op Mauro, Argentijnse vlag. Geen vlag. Wie is het dan? Oh, muziek. Oh mijn god, die is... Fuck, ja, die wilde ik. Hij is 94, Hamsi. Ja, die wilde ik. Die wilde ik serieus gaan kopen, zodat ik die in het team kon gaan gebruiken. Yes. Untradable, Hamsi. Wist je dat als je een goede chemistry style op hem zet, dat hij een in-game rating heeft van 99? En wij packen hem. En we packen Donnarumma. En we packen achter elkaar. Oké, deze pakketjes, jongens. Deze moeten het gaan worden. We hebben er nog een paar over. Daar speren ze iets weer. Er is nog steeds kans op Mauro Icardi. Die moeten we onthouden, Mauro Icardi. Je kan nog steeds gepackt worden. Met nog 17 pakketjes te gaan.
Oké, even misschien rustig ademhalen weer. Even alles, kom op jongens. Oké, we hadden er 81. Ik heb er weer 6 bij gedaan. Staan we op 87. En we hebben nog steeds een aantal pakketjes over. Nou heb ik net gezegd dat ik ongeveer voor deze Squadbundle Challenges bij elkaar 500.000 munten kwijt ben geraakt. Dat klopt ook wel, met alle spelers die ik heb gediscard, of tenminste in de challenge heb gestopt en daarmee heb weggegooid. Maar ook spelers die ik weer terug heb gekregen, juist vanwege deze challenge. En als je dan nagaat dat Donnarumma 100.000 is, die wilde ik waarschijnlijk wel kopen, want het is na Buffon de beste Serie A-keeper voor in mijn Serie A-team dat ik ga maken. En Hamsik, welke ik ook heel graag wilde kopen, welke 500.000 is. Dus ik heb eigenlijk al winst gemaakt in deze squad building challenges. En we zijn nog niet klaar, hè, dames en heren. We zijn nog niet klaar, we hebben wat van deze over. En dan gaan we weer door naar de Big Baller pakketjes. En die Big Baller pakketjes zijn er nu weer. 18 nog. 2 Team of the Season gehad, vlak achter elkaar. We hadden daar volgens mij 25 van. Dus de kansen zijn ons gegund. Hier, dit zijn weer een heleboel spelers die je kan inleveren. Vind ik allemaal top, vind ik allemaal prima. Al gaan we dat waarschijnlijk alleen met de rare doen. Omdat die, ja, blijkbaar gewoon het beste zijn. En ik wil nog 1 Mauro Icardi. Eentje gewoon. Dat is alles wat ik vraag. Kom op. Oeh. Mijn godmonde, jullie ook lang bezig geweest met deze video uiteindelijk. Al die squad building challenges inleveren en de hele tijd. En nu met het opnemen ben ik ook alweer bijna 40 minuten bezig. Alles over hebben voor die Mauro Icardi. Die nu in ons pakketje gaat... Oké, dan niet. Het worden er steeds minder. En dat ga je voelen op een gegeven moment dat de kansen minder worden. Voor Mauro. Kom op. Oké, we hadden er 87. We hebben er weer 11 bij. 98. 98 Serie A pakketjes. Deze zijn weer shit, dus die skip ik weer gewoon. De laatste dan, de laatste 3. Alles op dit. Kom op jongens. Nog 1 dingetje. En jullie weten wat ik wil. Het is over en klaar en uit en opgehouden. En de laatste 2, dan hebben we er... En de laatste 2, dan hebben we er 100 geopend. 100 Calcio A SBC packs. We hebben wel goede spelers gepakt. Inform Donnarumma is toch 100.000 coins. En Hamsik is toch 500.000 coins. Dat is heel lekker. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Blauw duimpjes omhoog. Ik ben het kwijt. Blauw duimpjes zo chill zijn. Je kan abonneren als je dat wil. Mauro Icardi. Vandaag zit het er niet in. En waarschijnlijk nooit meer. Kijk nu al uit naar alle afbeeldingen die iedereen gaat sturen. Van dat zij Mauro Icardi. Je wordt bedankt voor het kijken. Doei.